Ik vind het echt walgelijk. Dat is echt totaal geen respect hebben voor onze geschiedenis. Dat is gewoon Amsterdam vol bekladden met hakenkruizen. Dan ben je echt goed in de war. Verschillende plekken in de stad werden in de nacht van donderdag op vrijdag beklad met groen-gele verf. Ook werden er anti-Joodse leuzen en hakenkruizen op muren gespoten met graffiti. De actie is opgeëist door de harde kern van ADO Den Haag, de club waar Ajax zondag op bezoek gaat. Er geldt al jaren een verbod voor uitfans. Ik zie dat het ook gebagatelliseerd wordt. Ook hierover hoor ik mensen zeggen, ach ja, dat hoort toch bij voetbal? Nee dus, dat hoort niet bij voetbal. De VVD eist opheldering van de minister. Ook al lijkt de actie misschien tegen Ajax gericht, Jezel Geus vindt het ook meer dan alleen vandalisme. Ten eerste wil ik dat die daders gepakt worden. Ik wil dat ze knijterhard gestraft worden. Dit is puur antisemitisme. Als je de dokwerker in Amsterdam gaat bekladden, iets wat symbool staat voor alle mensen die opkwamen tegen jodenvervolging, ja, dan moet je gewoon daar keihard op aangepakt worden. En ik wil ook gewoon dat deze mensen levenslang stadionverbod krijgen. Dit heeft niks te maken met een leuk potje voetbal. Dit is gewoon puur vandalisme en antisemitisme en zo moet je het behandelen. Ook het Joods Wereldcongres heeft zich fel uitgesproken tegen de bekladdingen. Volgens de organisatie is er in heel Europa steeds meer sprake van antisemitisme, racisme, discriminatie en xenofobie. Burgemeester Halsema deed gisteren al aangifte. De politie laat weten dat de zaak nog in onderzoek is en er nog geen aanhoudingen zijn verricht. Ik ben blij dat de burgemeester nu aangifte heeft gedaan. En dat moeten we wel vasthouden. Dit is namelijk niet maar een losstaand incident. Joodse mensen geven bij mij aan, dit maken wij dagelijks mee. Dat ze bespuugd worden, aangesproken worden voor gewoon om wie ze zijn. Dus dat mogen we nooit accepteren.